En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een Shein shoplog voor jullie met try-on beelden. Shein heeft namelijk een Black Friday sale eigenlijk op hun site van 18 november tot en met 2 december. En als jullie dit zien, is die dus al gaande. Volgende week is het officieel echt Black Friday, maar Shein gaat dus door tot en met 2 december met Black Friday. Dus ik heb vandaag een Black Friday shoplog voor jullie. Met een hele leuke kortingscode, want dat ook nog. Met deze kortingscode, ja, ik kan hem niet uitspreken. Dus ik zet hem hier in beeld en in de beschrijving. Krijg je namelijk nog 15% extra korting bovenop de Black Friday korting. Dus je hebt de Black Friday korting en daar komt nog mijn korting bovenop. Dus heel veel korting. Ik zou zeggen, doe zeker even dat duimpje omhoog als jij zin hebt in deze video. En kijk ook zeker even in de beschrijving aan het eind van de video. Daarin zal ik alle producten en items linken. Met de kortingscodes, die zet ik er dus nog bij. En ja, vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we snel beginnen met deze Black Friday shoplog van Shein. Zo, hele mond vol. Ik heb hier echt een heel erg schattige doos eigenlijk. Die echt op knappen staat. Hij zit zo vol dat het gewoon bol staat. Ik snap niet hoe hier alles in past, want het is best wel heel erg veel. Er zit zelfs een winterjas in. En dat allemaal in dit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we hem gaan openmaken. Oh, en nog een disclaimer. Deze video bevat gekregen producten. Dus dit heb ik opgestuurd gekregen. En ik krijg hier ook voor betaald. Maar desalniettemin geef ik altijd mijn eerlijke mening. Mocht ik het niet leuk vinden of de kwaliteit echt slecht. Ik geef gewoon altijd mijn eerlijke mening. Dus ja, dat wou ik even zeggen. En dan weten jullie dat ook. En dat is niet alleen met Shein, maar dat is natuurlijk met elk merk of iets. Ik geef altijd gewoon mijn eerlijke mening. Oh, en ik zet dat trouwens ook altijd in de beschrijving, mocht je twijfelen. Daar staat altijd of het opgestuurd gekregen is, of ik er betaald voor krijg, et cetera, et cetera. Dus check dat altijd even. Kijk, dit bedoel ik. Oh mijn god, hij staat echt op knappen. Het eerste item is dus iets heel diks. En eigenlijk, heel eerlijk, weet ik niet meer zo goed wat ik allemaal heb gevraagd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. En ik weet het nu alweer. Nu ik het zie. Oh, zo mooi, zo tof. Even kijken. Ik heb namelijk een puffer jacket gevraagd. Ik weet niet, ik zag deze en ik dacht, oh, die vind ik echt heel erg tof. Ik hoop dat de kwaliteit, nou ja, goed is. Want ik voel het nu aan en het voelt echt heel erg chill. Heel dik. Heel zacht ook of zo. Zacht leer. Maar ja, je weet het maar nooit als het regent of die echt regenbestendig is. Dus daar ga ik achter komen. Maar het is dus deze zwarte puffer jacket. Jacket. Met een mut. En dat vond ik echt ideaal. Omdat als het regent, ik heb eigenlijk helemaal geen jas met een muts. Dus dan is deze ideaal. Hij heeft ook echt twee touwtjes. Ik weet niet zo goed waarom. Ja, dan kun je iets strakker trekken volgens mij die muts. Misschien lijkt het op beeld een beetje blauw. Maar dat komt door de belichting. Want het is super grauw buiten. Dus ik heb een felle lamp erop staan. Maar ja, ik vind hem heel erg mooi. En ik ben benieuwd naar de aanbeelden. Hier onderaan kun je hem ook nog strakker trekken. En ik maak hem nu al kapot, zie ik. Oh mijn god. Nou, dat is top. Nou ja, ik heb hem al kapot getrokken. Dus dat is natuurlijk alweer helemaal ruk. Maar goed, ik ga kijken wat ik daarmee kan doen. Maar in ieder geval op het oog ziet hij er goed uit. Ondanks dat touwtje. Ik ben benieuwd hoe die aanstaat. Dat is deze jas. Oh, dat vind ik echt stom dat ik hem nou al kapot trok. Maar zo hard trok ik eigenlijk niet. Maar goed, ik ben benieuwd hoe die aanstaat. Nou, en deze jas die kost 40 euro. En die heb ik in een maatje S. Goed, ik ga de jas nu passen. Ik ben heel erg benieuwd hoe die staat. Ik heb er nu een dikke hoodie onder. Oeh, ik vind hem wel heel erg tof hoor. Zitten hier dus nog zakken in. Hij zit echt wel heel erg chill. Dit is de achterkant. Heel mooi. Oh, ik vind hem echt heel erg leuk. Touwtje heb ik eruit getrokken nu. Hij is echt helemaal kapot. Even kijken als ik aan de andere trek. Want dat hoort te kunnen. Of die dan kapot gaat. Nee, deze niet. Nou ja, goed. Aan deze kant is die er dus uit. Hier niet. Maar verder voelt hij echt super chill aan. Ja, ik weet niet. Ik vind het echt een hele chille jas. En als ik nu de capuchon opdoe, zit dat ook chill. En word ik absoluut niet nat. Jezus, wat een capuchon zeg. Vet groot. Nou, enige regenjas. I like. Hij zit echt super chill. Dan gaan we door naar het volgende item. En ik weet ook alweer wat dit is nu ik het zie. Ik heb deze namelijk wel eens in de video van Fleur gezien. En ik vond hem echt heel erg tof. Bij haar was hij te groot. Maar ik weet niet, volgens mij gaat hij bij mij wel aanpassen. Het is namelijk deze spijkerbroek met verfspetten. En ik vond hem zo mooi. Hij is wat wijder. Het is een beetje een boyfriend-achtige mom jeans. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij aanstaat. Maar ik vind de lichte kleur heel erg mooi.
En ik weet niet, ik vind die verse petten wel wat speels hebben. Het zijn de kleuren wit, rood en blauw. En ook op de achterkant. En mocht ik dit echt niks vinden als ik het aan heb, dan ga ik het gewoon lekker als klusbroek gebruiken. Want hè, er zitten toch al verse petten in. Dus ja, prima. Maar ik denk dat ik hem echt wel heel erg tof vind. Ik moet het alleen even aanzien. En deze broek kost 21 euro. Zonder dus de Black Friday sale nog en zonder de kortingscode van mij. Dus ja, hij wordt lekker goedkoop, denk ik. Nou, dan de broek. En bij mij zit hij echt super fijn. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij sluit gewoon heel erg lekker aan hierboven. En onder valt hij gewoon lekker wat losser. Weet je, als een echte mom jeans of boyfriend jeans. Ja, ik weet niet. Hij zit echt top. Heel erg fijn. Dus dat is deze super mooie broek. Oh ja, oh, ik ben echt heel erg. Want ik heb nu al zoveel kerstkleding en party dingen. En nu weer. Ook weer zwart glitter. Ik heb nu gewoon al 4 zwarte jurk glitter jurken. Maar hij is wel heel mooi hoor. Wauw. Oké, ik heb dus deze party jurk. Hij is mega kort. Oh mijn god. Ik weet niet of ik daarin ga passen. Dat ik, ja, ik ben 1,69. Misschien ben ik wel iets te lang hiervoor. We gaan het zien. Maar ik vind hem echt super mooi. Hij heeft gewoon van die zwarte pailletten. En een one shoulder top. En hier heeft hij een beetje zo'n pofmouwtje. Dus aan één kant een mouw. Ik vind het wel heel classy hoor. Er zit ook een elastiek hierbovenin. Dat kun je heel goed zien. Waardoor hij dus heel erg lekker meerekt. En dat hij ook blijft zitten als het goed is. Dat het niet zeg maar afzakt. Dus ja, hij ziet er zo op het oog heel mooi uit. Hij heeft zelfs nog een rits hier aan de zijkant. Dus dat is natuurlijk ook heel erg mooi. En deze heb ik in een maatje 36. Ik ben alleen bang dat hij iets te kort gaat worden, maar we gaan het zien. Ik vind hem zo echt super mooi en de kwaliteit voelt super goed aan. En deze jurk die kost 19 euro. Dan het jurkje. En eigenlijk zit hij nog best wel prima. Ik heb even mijn BH hieronder gestopt. Nou, de bovenkant die zit gewoon top. Als je dit ziet, denk je, oh yes. Leuk cashjurkje, maar echt jongens, de onderkant is zo kort. Het kan echt niet. Ik denk dat je het al wel kan zien, dat ik niet eens hoef uit te leggen. Dit is mijn kont en ik heb echt zo'n stukje eroverheen. Dus ja, de bovenkant is heel mooi, maar je denkt vast, ja, waarom doe je dan niet meer naar onder? Maar dan gaat hij hier weer veel te ver naar onder. Dat schiet echt niet op. Dus hij is echt heel erg mooi. Ik vind hem echt prachtig. Maar zeker voor als je klein bent. Dus ik ben 1,69, voor mij is die gewoon echt te kort. Mocht jij kleiner zijn, super mooie jurk. Door naar het volgende item. Is dit... Oh, leuk. Oké, het eerste wat me opvalt aan deze sweatshirt eigenlijk. Kijk, ik vind hem heel erg mooi. En de kwaliteit voelt ook heel dik en zacht. Maar het voelt heel... Het blijft in vorm. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Zeg maar, hij is heel... Ja, hoe leg ik dit uit? Apart stofje, maar wel heel chill en zacht. Oeh, de binnenkant is pas zacht, kijk. Heel zacht. Maar ja, het is dus deze sweatshirt in een beige kleur met Londen erop. Ja, ik vond hem heel erg leuk. Hij is ook lekker lang en groot. Dat vind ik ook heel erg leuk. En de onderkant heeft nog een beetje een elastieke band, waardoor hij wel mooi aan gaat sluiten. Maar ik vind de kwaliteit heel chill en zacht en stevig. Maar het blijft heel erg in zijn vorm ofzo. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar misschien is dat alleen maar chill. Dan gaat hij echt totaal niet snel kreukelen. Of toch wel? I don't know, we gaan het zien. Deze sweatshirt en ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Nou ja, en deze trui die kost, even kijken, 14 euro. Dan dit sweatshirtje. Ik vind hem heel erg leuk, maar eigenlijk vind ik hem ook een beetje moe. Hij is namelijk een beetje kort bij mijn armen. En wat ik dus wou vertellen, of waar ik dus niet echt uitkwam, is het stofje. Het is echt best wel een goedkoop stofje. Maar op zo'n manier dat het dus heel erg op zijn plek blijft. En daardoor dat je er heel erg van gaat zweten en zo. Ik weet niet, ik ben echt heel erg slecht met stofjes en materiaal. Maar ik vind het gewoon niet echt een heel chill stofje of zo. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus dat is deze, ja, sweatshirt. Hier staat trouwens waar het, van gemaakt is. 65% polyester en 35% cotton. I don't know of jullie er wijzer van worden, maar dat is in ieder geval waar het van gemaakt is. Oké, volgende item is iets wat ik, als ik er nu op terugkijk, dat ik denk, waarom heb ik dit gedaan? Ik weet het niet zo goed, maar misschien is het ook wel weer heel tof. Het was namelijk een tijdje echt heel erg in en ik weet niet zo goed of ik het nu nog steeds zo leuk vind. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb namelijk een hele aparte broek
besteld. Namelijk deze spijkerbroek. Met dus een beige zandkleur aan de ene kant en een witte kleur aan de andere kant. Dat was dus echt een tijdje in. In het voorjaar of zo al, dat je dus twee kleuren spijkerbroeken had. En toen had ik ook al, was je in een tweekleurige blauwe spijkerbroek. Dus ik vind het er wel heel mooi uitzien de kwaliteit. Maar ik ben dus heel erg benieuwd ten eerste of die gaat doorschijnen aan de witte kant. En ten tweede of ik het wel zo leuk vind. Ik heb hem dus in een maatje S en hij kost, even kijken, €13,49. Nou, geen geld. Dan heb ik de broek aan en ik weet niet, ik vind het heel erg tof ook met deze. Want het is een beetje dezelfde kleur, deze kant, als dit sweatshirtje. Dus de combi vind ik heel erg leuk, maar hij is iets aan de grote kant. En je gaat het vaak nog uitlopen, dus dan ben ik bang dat hij wat te groot wordt. Hij is hier een beetje groot en je ziet hier de zak van dat wit. Dus hier schijnt hij wel door, maar je ziet mijn ondergoed geloof ik niet. Maar ja, verder vind ik hem dus wel heel erg mooi. Maar hij is gewoon net iets hier te groot. Dan een wat kleiner item. Dat is namelijk deze beanie. En die vind ik eigenlijk echt heel erg mooi. Hij heeft hier ook een heel mooi zwart labeltje of zo. Heel erg mooi. En een dik stofje. En een beetje dat zandkleurtje. Ja, deze beanie vind ik echt heel erg leuk. De kwaliteit is wat dikker. Hij voelt lekker aan. En ik vind dit ook wel een heel mooi detail. Dus dat is deze beige beanie. Het is een one size en hij kost €3,19. Oh ja, deze vind ik zo mooi. Het volgende item heeft dus weer een beetje een party gerelateerde vibe eigenlijk. Dit is namelijk dit topje. Een heel eigenlijk basic shirtje. In het zwart, met gewoon lange mouwen. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij dus glittert. Heel leuk. En hij heeft een mooie V-hals. Ik weet niet of je het op beeld een beetje kan zien. Maar hij heeft echt een heel erg mooi glitterstofje. De kwaliteit van deze voelt iets minder. Misschien ook een beetje prikkerig, een beetje dun. Maar ik ben benieuwd of mijn BH, als ik gewoon een zwarte BH of zo eronder doe, of die gaat doorschijnen. Maar over het algemeen vind ik hem er wel heel erg leuk uitzien. Die heb ik in een maatje 36. En deze kost €5,99. Echt vet goedkoop. Dan dit topje, maar ik vind hem echt vrij heftig eigenlijk. Ja, ik weet niet, je hebt best wel veel boep. En I don't know. Op zich kan het ook wel weer heel fancy zijn. Ik vind het wel echt heel erg mooi dat hij dus zo mooi glittert. Echt best wel subtiele glitters. Dat vind ik echt heel erg mooi. En er zit ook mooi strak. Dus dat is top. De achterkant ziet er zo uit. Gewoon heel simpel. Maar ik vind dit wel vrij heftig. Of zo als je met familie zit aan een etentje of zo. Maar ik weet niet. Kan op zich ook wel. Dan het volgende item. En dit is weer een beige item. Echt heel veel. Oh ja, deze vind ik wel heel tof hoor. Het is namelijk dit sweatshirt weer. Weer een sweatshirt. Heel erg groot. Dit is toch heerlijk om in te chillen. Maar hij heeft dus een heel grappig printje. Zwart printje. En ook op de mouwen. Wacht, oh, op één mouw. Hier, dit is vuur volgens mij. I don't know. Zoiets. Dus ja, ik weet niet. Ik vond deze wel heel erg vet of zo. Ook heel erg leuk gewoon met een zwart leren legging of zo. En dan van die vette boots eronder. Of gewoon lekker om in te chillen. Hij is wel wat dunner van kwaliteit. Maar met sweatshirts vind ik dat eigenlijk wel heel erg chill. Deze heb ik in een maatje 36. Let op dat hij echt mega groot valt. Echt heel erg groot. Maar ja, ik vind dat oversized lookje wel heel erg leuk. Dus maatje 36. En deze kost €14. Dan deze sweatshirt. En deze vind ik echt heel erg leuk. Ik vind hem ook leuk om zo te dragen onder je BH. Wat je dus nu best wel vaak zo ziet. En dan met een leuke broek of zo eronder. Ik weet niet, ik vind deze echt heel erg mooi. Maar hij is dus eigenlijk heel erg lang. Dus echt chill om in te chillen. Het volgende item is... Oh ja, toen ik dit bestelde dacht ik... Oh leuk, helemaal leuk. En nu denk ik... Nog steeds leuk, maar ik weet niet of ik het heel veel ga dragen. Het is namelijk zo'n tennisrokje wat je nu heel erg veel ziet. In het zwart, hij ziet er echt super mooi uit. Hij heeft ook echt van die mooie plooitjes. Het is gewoon een simpel tennisrokje wat nu helemaal in is. Dus ja, leek me leuk. Hij heeft een rits aan de zijkant en ik vind dit wel heel erg tof met echt een vet grote trui erboven. Oh, ik heb het gevoel dat ik heel licht was de hele tijd, dus ik heb hem iets donker gedaan. Maar ja, ik heb dus een maat 38 besteld omdat ik dacht dat het anders veel te klein en te kort zou worden. Maar ik moet zeggen dat hij er nog best wel breed ook uitziet. We gaan het zien. Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt. Dus dit zwarte tennisrokje in een maatje M. En die kost €12. Hier het tennisrokje. Ik dacht ik doe hem hier even snel onder, maar zo zou ik het niet echt combineren. Maar hij is echt super kort, kijk.
Zo kan ik echt niet over straat. Het volgende item is weer een sweatshirt. Ik weet niet wat ik had, maar ik had echt even een zin in sweatshirts of zo. Namelijk deze grijze. En die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Hij heeft in neongroen staat de tekst op. Geen idee wat er allemaal op staat. Maar ik vind het wel gewoon een heel erg leuk grijze sweatshirt. Lekker basic. Hij loopt wat wijder uit aan de onderkant. Maar ik denk dat het echt leuk is voor in de lente. Misschien zelfs met een bikershot eronder. Short eronder. Of gewoon nu met een leren legging en een leuk tasje en stoere laarsjes dus. Dus ja, ik denk dat dit gewoon heel chill is en anders gewoon lekker om in te chillen. Ik vind hem wel heel erg tof. Ook gewoon voor thuis, als je de hele tijd school hebt thuis, dan is dit gewoon echt zo'n ding waar je in chillt met een kort broekje eronder. Een pyjama broekje of zo. Deze heb ik in een maatje XS 34. Wow, hij valt dan echt groot. En deze kost 13 euro. Nou, ik heb nu het sweatshirtje aan en die vind ik ook echt heel erg chill. Het stofje is ook heel erg fijn en het zit ook gewoon lekker groot en dat vind ik echt heel erg leuk. Hij is ook lekker lang. Ik zou het dus niet zo met een spijkerbroek combineren, maar met een leuke leren legging of zo. Of een leren broek. Of gewoon dat je het zo, dus een beetje op deze manier. Dus dat is deze sweatshirt. Door naar het volgende item en dat is misschien wel mijn favoriete item van alles. Dat is namelijk dit truitje. Echt heel erg leuk. Misschien lijkt dat wit door het licht nu een beetje blauw. Maar hij is wel gewoon echt wit. Het is namelijk wit met beige. Super leuk truitje vind ik dit. En het leek me ook heel erg leuk met een blouseje eronder. En dat je die kraagjes hierboven doet. Hele leuke trui. In een maatje 38 heb ik hem. Want ik wil hem liever te groot dan te klein. En ik ben blij dat ik een 38 heb gedaan. Als ik er nog een blouse of zo onder wil doen. Dan is hij in ieder geval ruim genoeg. En niet dat het dan allemaal zo strak wordt. Dus maatje M 38. En hij kost 16 euro. Dan deze trui. En hij staat echt super leuk. Ik heb nu een roze joggingsbroek aan. Dus dat is wat minder. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Ik ben blij dat ik hem maat 38 heb gedaan. Want anders zat hij wel echt te strak en zo. Maar ik vind het juist wel chill dat hij nu gewoon zo lekker zit. Hij is heel zacht. Hij kriebelt niet. En ik vind hem heel erg mooi met die gouden sieraadjes. En dan een beetje zo in je spijkerbroek of zo. En dan een wit kraagje of zo. Ik weet niet. Ik vind deze wel heel erg leuk. We komen alweer aan bij het laatste item. En dat is precies hetzelfde als van net. Het zwarte rokje, maar dan ook nog in het wit. Heel gewaagd. Ik ben benieuwd of die gaat doorschijnen namelijk. Maar echt heel erg leuk. Een heel leuk tennisrokje. En ik heb ook een zwarte Alex de Label trui. Dus ik denk dat dat er heel tof boven staat. Of gewoon een zwarte hoodie of zo. Ik zie dit wel heel erg voor me. En dan van die hoge laarzen eronder. Van die stoere. En deze kost 16 euro. Dan het witte tennisrokje. En die zit eigenlijk ook wel heel goed. Er zit ook een onderrokje nog onder. Waardoor het niet zo doorschijnt. Maar ja, hij is gewoon heel erg kort. Net zoals de zwarte. Dus je moet er echt voor oppassen. Maar met een leuke hoodie of zo erop is het wel weer heel erg leuk. Maar ik vind hem dus wel iets aan de korte kant. En ik moet hem ook even strijken. Maar voor de rest zit hij wel heel erg fijn. Dus ik raad je wel aan een maatje groter te nemen. Dan waren dit alweer de items. Jullie hebben de aanbeelden al kunnen zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal staat. Check dus zeker even de beschrijving. Daarin staat alles gelinkt. Ook de kortingscode staat daar vermeld. Kun je gewoon kopiëren en plakken op de site. En vergeet dus niet dat je en de Black Friday korting hebt. En dat mijn kortingscode daar dus nog overheen gaat. Dus dat je nog extra korting krijgt. Super chill. Zo op het oog ben ik heel erg blij met de items. Alleen de jas, jammer dat ik hem kapot heb getrokken. Ik weet niet of ik gewoon te hard deed. Maar volgens mij deed ik het best wel rustig aan. Maar goed, we gaan zien met de aanbeelden hoe dat dan verder staat. En voor de rest ben ik eigenlijk heel erg blij met wat ik heb gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het staat. Vond je deze video nou leuk? Doe dan dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Meer dan 70% van mijn kijkers zijn namelijk niet geabonneerd op mijn kanaal. En dat vind ik super jammer. Ik zou het heel erg leuk vinden als je dat gaat doen. En ja, dan zie ik jullie tot de volgende video weer.